Een onderzoek aan hun bankrekeningen heeft uitgewezen dat daar een opvallend inkomsten- en uitgavenpatroon te zien was. En er werden zodanige grote bedragen op die rekeningen gestort en er ook weer vanaf gehaald, dat het eigenlijk helemaal niet te rijmen viel met hun legale inkomsten. En dat betekent dat we het vermoeden hebben dat het geld, ook een deel wat we in beslag hebben genomen, dat dat afkomstig is van ja, strafbare feiten, dus dat het crimineel geld is.